Ja, onze moderne maatschappij heeft heel lang alleen maar het huwelijk gekend. Tot er geijverd is om homo's en lesbiennes te laten huwen. En dat vonden ze een brug te ver. En dan heeft men een tussenoplossing gezocht, het wettelijk samenwonen, een soort tweede klasse huwelijk. Dat eigenlijk niet. Dat was onze vraag niet. Dat was de vraag niet van de vrouwenbeweging. De vraag van de vrouwenbeweging was een volwaardig huwelijk, ook voor homo's en lesbiennes. Maar we hebben die wettelijke samenwoning dan maar aangenomen. Die is er gekomen in 2000. Ze hebben daar dan getrokken en gesleurd. Eerst dat in werking wilde laten treden. Dat is dan gebeurd 1 januari 2003. En dan plots mocht het homohuwelijk wel. Zonder veel discussie in ons parlement. Als je nu ziet wat er in Frankrijk gaande is en wat een polarisatie er daar rond gebeurt, dat is bij ons, dat heeft niet eens in de krant gestaan. Het stond ineens in het Belgisch Staatsblad, ik heb dat gekopieerd en hiervoor op kantoor rondgedeeld, daar stonden allemaal paf. Ongelooflijk. Nu, het homohuwelijk heeft eigenlijk de wettelijke samenwoning overbodig gemaakt. Het is niet meer nodig, nu wordt dat gebruikt. Tussen twee zussen die toch elkaar willen beschermen voor hun woning, die ze samen betrekken voor, er is een soort mini-erfrechtje over de woning, het recht van de, om de woning te blijven betrekken en het van het huisraad gebruik te maken. Er is nog een hele grote groep zonder statuut, dat zijn de feitelijk samenwonenden, maar er wordt ongeveer evenveel wettelijk samengewoond als gehuurd. Tegenwoordig. En er wordt ongeveer evenveel uiteengegaan onder wettelijk samenwonen als wonende als onder gehuwden. Voor mij is dat wettelijk samenwonen niet zo'n goed statuut, omdat er geen financiële solidariteit is. Dus het rolpatroon, zijnde wat het is er meestal de vrouw die thuis blijft of halftime gaat werken of heel de periodes voor de ouders van meneer of de ouders van mevrouw gaat zorgen en die dan geen carrière opbouwt. In het huwelijk is er toch een solidariteitsverplichting, is er een onderhoudsverplichting, mocht het tot een echtscheiding komen of mocht het tot een overlijden komen. Jawel, tussen wettelijk samenwonenden is dat niet zo. Die moeten dat niet doen. Die zijn maar wettelijk samenwonenden en dan moet je het maar weten. Wat eigenlijk heel onrechtvaardig is. Wat mij betreft zou men het wettelijk samenwonen mogen behouden. Hè? Niet voor koppels, maar voor familieleden of vrienden. Voor al wat geen intieme relatie is. Voor die intieme relatie geeft die toch maar een beveiliging die het groep uit rolpatroon opvangt. En gebruik het wettelijk samenwonen voor groepen. Er stond laatst een artikel in de krant over broederschappen die men kende in Frankrijk voor het huwelijk of samen met het huwelijk. Dus dat je zo'n soort zusterschappen of broederschappen zou kunnen afsluiten met andere mensen. Als je met 5 een huis koopt bijvoorbeeld. Of als je met 4 een huurcontract afsluit. En dat wettelijk samenwonen moet niet beperkt blijven tot een intieme relatie van 1 koppel met eventueel kinderen. Dat is kortzichtig. Wat ook een grote verandering is geweest in het familierecht, en dat is niets waar vrouwen vragende partij voor waren, omwille van het rolpatroon, is dat de vader nu recht heeft op gelijk verdeeld verblijf van de kinderen bij hem. Dat is een eis geweest van de mannen of van de vaderbeweging.